Nationale Ombudsvrouw, waarom staat u hier? Ik ben zelf niet de Nationale Ombudsvrouw, maar ik werk wel met veel overtuiging bij de Nationale Ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman. Waarom staan we hier? Omdat Den Helder een hele mooie plek is en wij deze week in Noord-Holland op provincietour zijn. Dat betekent dat wij met meer dan 20 collega's 3 dagen op pad zijn in Noord-Holland om te laten weten dat we bestaan en wat we voor mensen kunnen betekenen. En dat we ook op werkbezoek gaan in de regio. En wat voor vragen krijgt u? We krijgen vragen over vergunningen, over waarom het soms zo lang duurt voordat de gemeente reageert als burgers vragen hebben. Waarom sommige mensen toestemming krijgen voor iets waar andere mensen geen toestemming voor krijgen. Dat kan gaan om woonomgeving bijvoorbeeld. Dat soort dingen krijgen wij op ons af. En wat gaat u ermee doen dan? Soms proberen we ter plekke al iemand wat verder op weg te helpen. Het kan ook zijn dat het wat grotere klachten zijn die wij meenemen naar Den Haag, waar ons kantoor staat. En dat we daar samen met andere collega's gaan kijken wat we kunnen betekenen. En soms moeten we ook laten weten dat we niks kunnen betekenen. Dus u laat het ze wel weten? Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling. Ik heb wel begrepen dat er niet alleen Den Helder is, maar ook de regio, hè? Zeker, we zijn in de provincie Noord-Holland deze dagen. Sinds gisteren en morgenavond sluiten we af in Haarlem. We zijn op werkbezoeken met collega's, dus bij de politie gaan we langs, bij zorginstellingen voor ouderenzorg, maar ook vanmiddag in het zand op de kermis zijn we, om te horen welke problemen mensen daar ervaren die op de kermis werken. En vandaag staan we dus hier op de markt in Den Helder en morgen in Haarlem op de markt.